Het ministerie van Volksgezondheid bevestigt dat de vierde COVID-dode is genoteerd. Het is een Braziliaan die illegaal het land was binnengekomen. Tot nu toe zijn 3 mannen en een vrouw overleden als gevolg van het virus. De overledenen zijn Rick Schuitenmaker, Heidi Pinas, Sergio Rublal en Milton Guerreiro. De teller van genezen personen is vanmiddag bijgesteld. De infectioloog Steven Vrede had vrijdag aangegeven dat 17 personen genezen waren en naar huis gestuurd zouden worden. Er scheen echter een dispuut daarover te zijn. Onze nieuwsdienst heeft in het weekend namelijk enkele personen gesproken die genezen zijn verklaard en naar huis waren gestuurd. Dat was echter niet terug te vinden op de COVID-19-website. De teller is vandaag wel bijgesteld en er wordt aangegeven dat 48 personen genezen zijn verklaard. Het aantal positief geteste personen is 208, waarvan er 257 in quarantaine zijn.